Het is al jaren kwakkelen met de winter. Veel te weinig ijs en sneeuwpret. Zou het in 2021 echt een keer gebeuren? Het journaal geeft in ieder geval weer hoop. Nederland bereidt zich voor op een paar dagen bittere kou en veel sneeuw en gladheid. Ja, dan gaan we nu alvast naar de weervrouw. Willemijn, wat kunnen we de komende uren verwachten? De totalen die verwacht worden zijn zo'n 10 tot lokaal 15 centimeter. Nou, dat is er dus niet in één keer. Daar gaat de hele nacht en ook morgen overdag nog overheen. De volgende morgen ga ik meteen kijken of Willemijn gelijk heeft gekregen. En ja hoor, het is in ieder geval een goed begin. Zelfs het weerstation in de Serre wordt ook hard aangevallen door koning winter. En buiten is het echt koud. Een scherpe oostenwind maakt het allemaal niet gezelliger. Toch moet er ook in deze kou gewoon gewerkt worden. Want als het materiaal het begeeft, komen de hulpverleners in actie. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die meteen plezier hebben en zich al op deze eerste dag uitleven in deze prachtige wereld. Maar op het strand zie je echter geen mens. Dus gauw weer naar binnen. Twee dagen later begint de gekte langzaam toe te slaan. Schaatsers lopen warm voor tochten op natuurijs. De eerste waaghalzen durven het al aan. Schaatsen op natuurijs, zoals hier in Paterswolde. Maar voor de meeste mensen is het echt nog wel een paar dagen wachten. Friesland vanuit de lucht, allemaal mooi en prachtig. Maar dit is het beeld beneden. De Friese IJsbond hoopt op zijn vroegst eind van de week plekken aan te wijzen waar je veilig kunt schaatsen. Sommige kinderen binden voor de eerste keer in hun leven de schaatsen onder en krabbelen weg. In tegenstelling tot deze pret hebben anderen maar één zorg. Hoe scharrel ik mijn eten bij elkaar? Op het strand wordt de vloedlijn zoals gebruikelijk niet aangegeven door schelpen, maar door ijsblokken. En door de speling van de wind ontstaan prachtige kunstwerken. Het lijken wel penseelstreken. Menig kunstschilder zal hier toch jaloers op worden. Ook de strandpaviljoens, die deze winter vanwege de coronacrisis mogen blijven staan, zorgen voor unieke beelden. Waarvan ook deze klant kan genieten. Of zou hij op zijn bestelling wachten? Door het betere weer zie je wel meer mensen. Ze gaan hun honden uitlaten of gewoon even zwemmen. Nou ja, gewoon. Het water is 4 graden. Waar je zin in hebt. Op Scheveningen kom ik ook een snowboarder tegen. Gekker zal het toch niet worden. Laten we een stukje met hem meegaan. Vanaf piste 1, de Meteotoren. Wee, go down! Je ziet de mensen die je tegemoet komen toch vreemd opkijken. Ja, dat verwacht je niet, hè? Hoi, hoi. Dit is het journaal van een week later. Zaterdag, blauwe lucht en op veel plaatsen prachtig ijs.
een strak blauwe hemel, besneeuwd landschap, ijs en weekend. Hoe mooi kan het zijn? Nederland trok er vandaag in grote getalen op uit om te gaan schaatsen. De zon zien opkomen in Kinderdijk, op het ijs. Daar hadden heel veel mensen oren naar. Dus om 19:30 al waren alle parkeerplaatsen vergeven. En de burgemeester voorzag een nog grotere invasie van schaatsers later op de dag. Alle ingrediënten voor een fantastische schaatsdag waren aanwezig vandaag. Dus vrijwel overal waar geschaatst kon worden, gingen mensen het ijs op. De schaatsers leken duidelijk toe aan een verzetje na al dat binnenzitten. De krabbelaars die we eerder zagen toen ze net begonnen met schaatsen, zijn nu echte schaatsers geworden. En in Utrecht wagen ze zich op de singles. Ook de kitesurfers hebben een alternatief gevonden. IJskijten. Naast het Hellegatsplein was voldoende ruimte om te oefenen. En ja, ook hier is alle begin moeilijk. Een andere nieuwe ontwikkeling is het zeilschaatsen. Dat ook met groot enthousiasme wordt beoefend. Gliding frozen water. The legend himself, Tobias. Na amper een week wordt het einde van de pret aangekondigd. De ijspret vandaag. Het was voorlopig de laatste dag dat er op natuurijs kon worden geschaatst. Vanmiddag al zette de dooi in, moesten mensen van het ijs af worden gehaald. Maar tot het zover was, namen veel mensen het er nog wel van. Maar 's middags zakten meer en meer mensen door het ijs. Hier op de Prinsengracht in Amsterdam moesten meerdere schaatsers uit het water worden gehaald. De gemeente adviseerde om van het ijs af te gaan. Wat rest zijn de herinneringen aan deze week van Winterpret. En de verbazing hoe snel alles weer terug verandert.